Pasen, dus we hebben een paasverhaal. Mink wekelijkse column. Maandelijkse column. Paasverhaal. Het café is nog dicht, dus qua inspiratie is dit een soort van komkommertijd. Dankzij de satéafhaal ving ik deze week toch een leuke en waar gebeurde anekdote op. Mijn vader was de beste banketbakker van een dorp, zo diep weggestopt in de provincie dat het, of iets gelijkswaardigs, deze dagen onvindbaar is. Voor de feestdagen was pa altijd drukdoende om dorpelingen, boeren en de tandarts op hun wenken te bedienen met allerlei zoete lekkernijen. Ook deze keer met Pasen. De kas was weer goed gevuld door de verkoop van opgesmukte paashazen, paaseieren en rijk gevulde paasbroden. Het op zo'n dag aan kant maken van de zaak vergde nogal wat tijd. 3 overgebleven paashazen stonden rijkhalsend in de etalage te wachten op laatkomers. Met tussenpozen hoorde je ze moedeloos zuchten. Pa mopperde op de hazen. 100 gulden per stuk bleek toch te duur. De chocola smolt daar wel weer om, maar ja, het was best wel zonde van het vele werk. Plots klonk het vriendelijk deurbelletje. En daar stond, dronken als een hoerentoeter, herenboer hondenkoeter. Ik kwam uit het café verderop. Hij wilde damesboerin van hondenkoeter Kenau bij thuiskomst gunstig stemmen. Zo zou hij de deegrollen ontlopen om vervolgens vrijdag in de bedstee achter haar gebreide onderbroek aan te kunnen schuiven. Met een klap legde hij een briefje van 100 op het net schoongemaakte toonbank. De paashazen trilden. 1 van hen was het haasje en ging mee. Een uur later was hij daar weer. Zijn boeren drinkenbroeders hadden hem wederom het café ingelokt. Onder luid gejoel en veel jolijt was de trillende opgesmukte paashaas in een geplet exemplaar veranderd. Wederom een meier op de toonbank en daar ging nummer 2 mee. De derde haas had een barst, dus die vloeibaar maken, dat was niet zo'n grote ramp. De extra 200 gulden zou die bittere cacaoboon zeer zoet moeten smaken. Vader sloot af, liep de trap op naar de bovenwoning. Getik op de deur. Wederom hondenkoeter. In zijn hand een slap vel, bontgekleurd zilverpapier. De naam paashaas niet meer waardig. Hij was al lang uit bovenop gevallen. Een korting op het derde stuk aangeschoten wild werd gul gegund. Het kon er makkelijk af. Een klein prijsje voor dit zo prachtig paasverhaal. Nou, dat was hem. De tekst is van mij, Mink Oud. En de bundel is verkrijgbaar op www.konkshop.nl. Konk, C-O-N-C-K, shop.nl. Ik wens u prettige paasdagen. En er zit ook nog een schilderij bij. Want dat doe ik altijd als ik deze column schrijf, wil ik daar een schilderij bij. Dat vind ik altijd leuk. Ik hou van schilderijen. Ik zeg, we nemen een bakje koffie. Goedenavond.